Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het westen van ons land ligt al wat dikkere bewolking en er valt af en toe wat lichte regen uit. In de rest van het land is het vanochtend nog meest droog en meer neerslag staat er voor vanmiddag op het programma. Misschien nog een klein zonnetje in het oosten van het land, niet helemaal uitgesloten, maar op veel plaatsen zal het toch tamelijk bewolkt zijn. Met temperaturen die vanmiddag oplopen naar zo'n 7 tot 10 graden. Vanmiddag gaat het van het westen uit ook harder regenen. En langs de kust komt de stormachtige wind te staan, windkracht 8. Op passage van het koufront kans op forse windvlagen. Vanavond trekt de regen langzaam weg en klaart het van het westen uit op. De wind draait naar een westelijke richting en de temperaturen beginnen te dalen. Morgen overdag is het maar 3 tot 5 graden. Er vallen buien, af en toe een beetje zon tussendoor. Kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Zwaarste buien in het noordwesten van het land. Dan de dagen die volgen, de zaterdag, zondag en de maandag. Het is gewoon wat winters met temperaturen overdag wel boven het vriespunt. Zaterdag een paar winterse buien. Kans op een sneeuwdekje in Limburg is wat groter dan elders. En zondag krijgen we te maken met een neerslaggebied. Eerst valt er waarschijnlijk sneeuw, later overgaand in regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.